Ja, het vervelende is, ik ben zonder knopje geboren, anders kon je me anders uitzetten. Anders kon je een knopje even zoeken, ja. Hè? Nou. Was er nog iets? Oh, en er was nog. Even luisteren. We hadden inmiddels die Evenaar, was een behoorlijk uitgebreid bedrijfje. Uitgebreid natuurlijk, hè. Hmm. Dus wij hadden ook een automatiseringsniveau, wat langzamerhand groeide. Ja. Maar deze jongen groeide in automatiseringstermen niet meer. Ik kon het niet meer bijhouden, Huub. Nee. Nou, dat hoef je niet voor te schamen. En dat zijn andere woorden voor... Ik heb er ook ooit last van. Ik kan het ooit ook helemaal niet meer bijhouden. Nou ja, jij weet hoe dat voelt. Ja, ja. Dus toen, dat was jouw teken van ik moet ermee... Nou, dat kost hem ook te veel inspanning. Oké, en toen heb je het verkocht. Plus dat wij een aardige omzet hadden. En heel weinig, eigenlijk geen eigen kapitaal. Dus het was altijd heel adembenemend of je het financieel ook... haalde. Okay. Want je hebt natuurlijk ook geen stevige partners waar je zaken mee doet. Dus op een gegeven moment hadden wij een bestelling lopen in het zuiden van India. En die moest binnenkomen in oktober. En dan moesten daar nog aan, ik geloof 110 wereldwinkels, moesten daar nog orders worden uitgeleverd. Die zij weer nodig hadden om kerstpakketten te maken. En die zending die bleef uit. En dat geeft echt spanning. Mm-hmm. En daar heb je dan dus. Die zending is 9 december binnengekomen. Oké. Okay. Dus. Maar ze op tijd voor kerst. Ja, het is gelukt. Wel kerstpakketten worden gemaakt. Ja, moet je wel. Oh jee, dan heb je een verantwoordelijkheid. Dat moet wel het maar gebeld ik kom, Ik dat zou ik best inderdaad ook willen doen. Ja. Nou, en gewoon was... vrijwilligerswerk, niet te betalen. Ja, uiteindelijk kwamen die, er waren 2 containers notabene. En die kwamen dus op maandagochtend om 9 december binnen. En we hadden binnen geen plek om dat uit te pakken, dus het moest buiten. En het voor, ik geloof, 9 graden. Maar er was geen enkele keus. Dus met z'n allen eraan. En ja, dus dat was dan wel weer leuk om het mee. Ja. Maar als het nou nog 2 weken later was geweest, dan hadden we daar dus nog een financiële tegenhanger. Ja, net. En dan moet je niet aan denken. Ik weet niet of ik het gered had. Dus het was wel narrow. Ja. En dan kun je er ook van leren dat je zo'n bedrijf heel erg wel wil willen. Ja. Maar als je niet een financiële basis hebt, en dan komen die schaapjes weer. Als jij de schaapjes nou eerst op je droog had gehad, dan was het een heel ander verhaal. Dus dat kun je ook zeggen. Ja. Dus bij dat verhaal verbleekt de rest van het andere verhaal. Ja. Ja. Toen hebben we dus gehad over overname. Ja. En toen hebben we een partij kunnen vinden die daar dan ook... wat kapitaal in wilde steken. Ja? Plus dat het doorgegaan is met de kroeg die we hadden. En ook daarvan heb je nu geen spijt dat je het weg hebt gedaan. Nee, ik had ook geen keus. Dat wil niet zeggen, ze doen... Nee, ik kon het gewoon niet meer. Je kon het gewoon niet meer. Nee, ik ben blij dat ik er heel uitgekomen ben. En vervolgens ben je thuis komen zitten en nou verveel je je te pletten natuurlijk. Ja. Dacht ik wel. Ja, anders had je nooit tijd gehad om met ons op stap te gaan. Nou ja. Nou, we zullen even af gaan rekenen en dan stappen we in de auto. Ik afrekenen? Ja. Nee, dat doet Fons wel, joh. Ben je gek? Nee. Je hebt ook een schat van een vrouw. Die wil ik toch ook eigenlijk heel graag. Ja, maar ze wil vast niet in beeld. Want ik denk niet dat dat even... Oh ja, maar die krijg je wel te zien. Ja, zo erg is het ook weer niet. Ik heb alle ramen dicht, dus kunnen niet naar buiten. Dus wij mogen even met jou mee om Dora te gaan bekijken. Ja. Nou, dat lijkt me nou heel goed. Ja, vind ik echt leuk. Vind je niet? Ja, het valt toch. Jij bent met de fiets, begreep ik? Ik ben met de fiets. Ja, het is ook zo prachtig. Ik ga graag met jou mee achterop. Mag dat? Ik vind het... Hoezo? Ja. Waarom kom je niet bij de auto? Ik kan echt niet meer rijden. Ik kan niet meer in de auto. Met een glaasje te veel op mag je niet in de auto. Nee, dat vind ik ook. Ja, hè? Nou, ik hou jou wel in de gaten. Ik rij achter jullie aan. Dat is goed. Is dat goed? Dat is goed. Oké, nou. Mevrouw van de Wereld, mogen we even afrekenen?
Ja? Natuurlijk. Dat is een koopje. Uit welk fonds moeten we het putten? Uit welk fonds moeten we het putten? Nou, dat is een groot... Ja, nou, daar kan ik best tegen, hoor. Ja, dat kan ik de maken, fietsen hoor je moe, hoor. Ja? Dus nou, die buitenlucht, dat doet er kom je er nog uit, hoor? Ja, doe even rustig. Tuurlijk kom ik eruit met gemak. Hè? Waar was jij nou? Hè, waar bleef je? Ja, ik moest helemaal omrijden, hè? Ja, je moet helemaal omrijden. Ja. Met de fiets ben je er ook veel eerder. Ja, ik snap het niet zo goed. Ja. Nou, wat sup. Hup, jij geeft even door het cadeautje. Gaan wij vastzitten? Ja. Oké. Okay. Zo, nou. En dan roep jij door even. Ja. Ik vond dit en dat vond ik heel leuk om nou te kopen. Ja. Voor jou. En waarom? Nou, dan moet je het maar opmaken, dan weet je dat. Dat ga ik dus even. Want het paste zeer op het onderwerp en zeer op onze activiteiten. Ja, dat is... Ja, hè? Ja, dat heeft wel... Ja. Heb je gekregen met door jouw impact? Vind je het mooi? Is meteen raak. Ja, is meteen ja, goed. Ja, ik zie het ook eigenlijk. Dat raakt een snaar. Ja, ja, okay. Je hebt een goede kort beurt gemaakt. Dankjewel. Ja. Ja. Mag ik het even zien? Maar het is eigenlijk die buitenste plaat al. Ja, 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 meteen, dit is he? Het is gewoon al. Dit is precies die wereld. Hè? Ja, ja. Zei je nee, ik heb weer mijn lus. Toen wij net bij de Evenaarweg waren, hebben we afgesproken met de nieuwe directie dat wij nog één keer zouden reizen. Dat was het. En dat was naar India. En toen hadden we natuurlijk tijd. Dus toen ben ik ook gaan zoeken op internet. En toen vond ik een vaste actieproject wat ooit door een club in Noord-Holland is georganiseerd. Mm-hmm. En dat was vlakbij een plaats waar wij toch wilden zijn. En dat was een ontwikkelingsproject in het dorp Jallihal. Mm-hmm. En dat wordt gerund door een organisatie, een Indiaanse organisatie. En die hebben we contact mee opgenomen. En die zouden ons één dag ontvangen. En toen liepen we in Jallihal rond. En toen konden wij eigenlijk onze ogen niet geloven. Zo achtergebleven, zo achtergesteld, zo minimaal hadden wij het eigenlijk nog nergens gezien. En jullie hadden wel al heel veel keken. Gezien. Ja, en wij hadden, dus, ja. Wij hadden echt al een geoefende blik, vonden we. Ja. En toen hebben wij dus gesproken met die meneer die dan dat project runde en ons dan die dag als gastheer was. En die zei... Wij doen verschillende projecten, landbouw en educatie en hygiëne. Maar hij zei, we zitten natuurlijk bij het kastensysteem. En het probleem is, als je met de kastelozen gaat werken, dan kun je niet met de mensen werken die in een kasten zitten. Men gaat in India uit van reïncarnatie. Dat wil zeggen dat als je dood bent, dan een tijdje niks en dan word je weer opnieuw geboren. Ja. En dan word je geboren op de manier waar... Zoals het hoort bij hoe jij het in je vorige leven hebt gedaan. Oh. Word jij dus geboren als vrouw? Nou, dan heb je het in je vorige leven dus zo gedaan dat je kennelijk niet de bedoeling was dat je man werd. Word jij geboren als kasteloze? Dan heb jij er in je vorige leven dus wel een rotzootje van gemaakt. En dan moet jij hier wel even doorheen. En dan mag ik, als ik nou die kasteloze ben, dan mag ik ook door wie dan ook niet geholpen worden... in mijn rol, want dan kan ik mijn karma niet afwikkelen. Het is te gek. Dus ik moet dat wel doorlijden om bij een weervolgend leven weer te kunnen stijgen. Ja. En als ik het niet doorleid, ja, dan zit ik bij de volgende geboorte, begin ik weer van voren af aan bij die ellende. Ja. Ja, dan zit je weer opnieuw met ellende, ja. Je wordt in een kasten geboren, mm-hmm. Dan kom je ook nooit meer uit. Je mag ook alleen maar binnen je kasten trouwen.
Dus als je verliefd wordt en het is een hoop. Nee, maar je wordt sowieso niet verliefd. Wordt niet verliefd. Maar als je kastelein bent, word je niet verliefd. Nee, je wordt überhaupt in India is het zo dat als wij nou gaan trouwen. Oh, dan gaan jouw ik heb ouders... bij jou achterop gezeten, hè? Ja, ja, daarom moet je het een beetje eerlijk verdelen. Je moet een beetje eerlijk verdelen. Ik ben ook een beetje aan de ene ja? Oh. Jij hebt de wijn gehad en dan ben ik aan de beurt. Okay. Als je daar ziet hoe het patroon is tussen mannen en vrouwen, dan bepalen mannen alles, maar maken ook de ontwikkelingskansen voor de vrouwen kapot. Ja, ja. Dus het is niet alleen dat die man het grootste stuk neemt, maar hij bepaalt ook in hoeverre of die vrouw überhaupt een stuk krijgt en hoe groot het dan is. Ik vind het wel gemeen daar. Ik ben blij dat ik daar niet geboren ben. Ja, maar nou, het is algemeen zo dat tot ongeveer 3000 jaar voor Christus werd de godheid worldwide, maar toen was de wereld nog niet zo wijd, nee, ja, gezien als vrouw, als vrouwelijk. Ja, ja, precies. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Ja, en daarna is dat overgenomen door de mannen. Ja, misselijk, toen, hè? Ja, ik denk dat het ook jammer is. Het ging toen veel beter. Ja. Het ging toen daar ben ik mee eens. Daar ben ik het mee eens. Ja, ja, je hebt ook wel toch wel verteld. Zo van, eindelijk zouden we 2/3 van de mannen eindelijk af moeten maken. Ja, nou, maar dat is een beetje grof gezegd. Ik heb daar wel over nagedacht. Zo bedoelt je het niet, hoor. Nee, don't try this at home. Nee, daar willen wij niet verantwoordelijk voor zijn. Nee. En als ik nou in Jalihal en andere dorpen kijk, dan is het ene dorp wonen wat meer moslims en het andere wonen meer Hindi. En die Hindi die zijn ook net zo strak als dat de moslims zijn, maar op een andere manier natuurlijk, want de ene is Hindi en de andere is moslim. Maar die vrouwen onderling, die werken gewoon samen. Die hoeden elkaar en scheiden. Ja, en die denken niet aan wat, hoe of en als je dan zegt, hoe komen daar dan allerlei godsdienstconflicten? Die komen door mannen, daar heb je die mannen weer. Het zijn die mannen, die maken de oorlog. En die mannen komen niet uit het dorp, die komen van ver. Nee, die mannen moeten gewoon anders gaan denken. Nee, die moeten kansen krijgen. Die mannen kunnen zich die niet moeten kans, die moeten kansen ze moeten krijgen. Kans krijgen. Ja, en mannen hebben toch een beetje een haantjesgedrag. En als ze niet belangrijk gevonden worden, dan wordt het niks. Hè? Zo is het natuurlijk. Bedoel je dat? Nou. Een beetje. In Jalihal? Ja. En dan doe jij een cursus en wat dan? Dan ben jij geslaagd. Dan ben jij computerdeskundige. Ja. Of je bent metselaar. Of eerst dan moet ik eerst kabeltjes gaan trekken, want daar hebben ze geen stroom. Ja, maar er is niks. Nee, daarom. Dus dat haalt niet uit, hè? Nee. En er is ook geen arbeid, maar je kunt er nergens solliciteren. Dat is helemaal niks. En Jalihal heeft een heel slecht klimaat. Heeft slechte bodem. Het is een beetje kalig. Het is half woestijn, semi-aride. Het is buitensporig heet. Er zijn maar 2 korte regenperiodes waarbij het de laatste tijd met klimaatverandering niet eens kun je daar nog op rekenen. Dus wij zien ook die klimaatverandering dan. Heel fel, hè? Ja. Ik weet het ook niet, hoor. Ja, dat zichzelf kunnen onderhouden, dat lijkt me het beste. Ja, dus dat zou dan moet, dat moet gebeuren. Maar als dan kun je wel zaaien, maar als het niet regent. Nee, als het stof is, dan houdt het op. Wat kun je dan? Zou het dan ook niet slim zijn om het gewoon het dorpje op te boeken? Ja, het erop ruis nou is gewoon. Ja. En het dorpje vegen we uit van de kaart. Want er is niks, mensen, wat willen jullie hier nou? Ik moet je eerlijk vertellen, niks aan. Jij zegt het niet zo. Wij hebben nog niet zo lang geleden op een bestuursvergadering gezegd, toen zitten we met z'n 5 hier, gaan we nou voor geiten of gaan we voor verhuisdozen? Is het nog haalbaar of is het maar die geiten hebben dan ook eigenlijk niks te eten, of wel? Ja, daar moeten ze mee gaan. Ja. Maar er groeit wel wat. Ja. Er groeit wel wat, maar... Jullie wouden toch iets voor dat dorp betekenen. Ja. Want dus toen zijn jullie een stichting gedaan. Begonnen. En toen zijn we dus een stichting begonnen. Ja, ja. En toen hebben we gezegd, dan noemen we de stichting naar de plaats waar die activiteiten van die Indiase organisatie plaatsvinden. Dus dat is de stichting Jalihal. En Jalihal, YPS, dat is dus die Indiase club, die werkt in Jalihal en 22 dorpen eromheen. Oh. Ik heb daar een foldertje van, dat zal ik direct meegeven. Luister, even concreet. Stichting. Wat doe je met die stichting? Geld ophalen. Dat in elk geval. Dat is alvast makkelijk, hè? Ja, dus een online doel. Okay. Je wilt maar geld wat hebben. Ga je dan doen met dat geld? Hebben er niks aan. Jawel. Ja, ze hebben niets aan het geld. Ze hebben alleen iets aan als jij iets voor het geld koopt. Maar dit is natuurlijk bij ons ook zo, hè? Ja. Wij hebben niks aan geld, alleen als we er iets kopen. Als we iets mee doen. Ja, wij kunnen er zelf iets mee kopen, maar die mensen hebben daar niks. Ze kunnen geen stroom kopen, want het is er niet. Nee. Maar inmiddels is daar dus wel zonne-energie. Kijk, nou zijn we ergens. Hebben jullie daarvoor gezorgd? Anderen. Ja, maar dat is best een goed iets. Maar jullie hebben naaimachines. Ja. Dat heb ik gezien, naaimachines. Nou, dus ze maken kleding. En hebben we 180 mensen getraind in clusters van 45. En toen was de eerste 45 groep, die was afgestudeerd. En toen kregen wij dus een berichtje.
van de eerste cluster is afgestudeerd, hebben we feestelijk gevierd en 42 vrouwen. En toen keken we elkaar aan, zei 42, 45. Wat is er met de drie gebeurd? Ja. Typisch Hollands, hè? Niet blij over 42. Nee, wat is er met de drie, hè? Ja, typisch Hollands. Ja, 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 ja. Maar wat ja. was er nou met de drie gebeurd? Vertel. Die hadden zich inmiddels aan een man gebonden. En die wilde... En die man die zegt, nee, dat is een onzin. Maar dat is zo raar, hè? Heb je die man weer, hè? Ja. Ja, dus, ja, we gewoon af moeten schieten. Nee, dat is een grapje. Grapje, grapje. Maar, wij zijn van, hè? Nee. Maar we komen er wel steeds op terug. Ja, als het nou regent, dan ziet het er zo uit. Dus dat is nog ja, wel... het ziet er wel mooi uit. Dan kun je met de geit mooi, nog wel... Kun je nog een eind komen. Ja. Hè? Ja. En als het niet regent, heb je een probleem. En dan hebben we het tweede jaar hebben we een voedselpakkettenactie gedaan. Daar was iets van 12.000 euro mee gemoeid. Kregen 200 vrouwen elke maand een voedselpakket. En toen zei onze contactpersoon, die vond dat een prachtig project. Terwijl het in ontwikkelingstermen is dit natuurlijk gewoon een slecht project. Ja. Want je moet iets opbouwen, je moet niet alleen maar eten geven. Dit is korte termijn, hè? Ja, als je mee bij het ministerie komt, dan moet je door de achterdeur worden naar buiten gewerkt. Hè? Maar nou is Radja, onze contactpersoon daar, die is naar Indiase mensen gegaan, want het is dit jaar weer droog. En die heeft tegen die Indiase mensen gezegd, nou hebben wij toch in Nederland, ergens in Europa, een aantal mensen bereid gevonden om 200 vrouwen voor 12.000 euro in leven te houden. En toen zei hij tegen die mensen, het is eigenlijk te bezopen voor woorden, ja. dat je daarvoor naar Nederland moet. Nu zijn er weer voedselpakketten, nu worden ze betaald door Indiase mensen. Ja. En dan noemen wij dat al een verbetering. Ja, van dat vind ik, wel, vind ik ook echt een verbetering. Oké. Okay. Elke Liek, Evenaar en alweer Jolly Hall. Wat ben je nou het allertrotste op? Ik ben niet trots. Oh nee, dat was je niet. Nee, dat had ik al gezegd. Nee, ik kan daar niks mee met wat woord. Heb je nou het meeste plezier aan beleefd? Of moet maar het een maak je nou het meeste? Nee hoor, dat mag. Ik vond het alle drie op. Ik vind het alle drie op een bepaalde manier heel erg leuk. In de boekhandel heb ik natuurlijk in het begin heel erg moeten spurten om van de grond te komen. Later was het ging het echt gemakkelijker, daar heb ik er meer van genoten. Met de Evenaar heb ik, ook omdat ik de financiën deed, heb ik er heel zwaar mee gehad. Maar ook wel heel veel bereikt. Ook heel erg leuke dingen gedaan natuurlijk. En je reist en je doet. En dit is, de stichting is... Zo'n verhaal waarbij je bijna elke dag zegt van, ja, bereik je nou wat? En je zult zien dat je wat bereikt. Het duurt lang. Maar ja, je haalt toch mensen boven. Ja. En die mensen halen ook zichzelf weer boven. Ja. We hebben nu een verslag gekregen van 187 vrouwen. En één voor één, hè? Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, hè? Met name en toename. Ja. En die hebben dan 5,5 euro per dag meer verdiend als eerder, omdat ze in het geitenproject zitten. Maar dat vind ik al heel wat. En dan hebben ze dus hun kinderen naar school gestuurd en ze hebben een mobiele telefoon gekocht. En dan kun je wel zeggen, ja, mobiele telefoon. Wij halen die tussendoor, als we hem al willen. Ja, ja, ja. Maar voor hun betekent het wel dat ze uit hun isolement zijn. Hè? Maar daar ben jij dan toch wel een klein beetje trots op? Nee, ja, maar ik kan met het begrip trots niks. Okay, dat zit in dat paspoort. Dan ben je daar toch wel een klein beetje blij mee. Blij mee, ben ik blij. Ik ben er heel blij mee. Zoek het goede woord, blij. Ja. Ben je daar blij mee? Ja, maar het is meer, ik ben er heel blij mee, overigens. Ja. Dus dat dekt de lading prima. Maar ik ben meer... gechallenged, hoe moet je dat noemen, uitgedaagd door het feit dat wij hier van alles hebben en door het feit dat ik er behoorlijk veel van snap, al zeg ik het zelf, en dan denk ik, nou dan moet ik er toch non de ju wel wat mee kunnen. Ja. Snap je? Ja. En dan is het meer een uitdaging naar voren dan dat het een blijdschap achteraf is. Nee. Wat? Wel, vind jij nou naar alles wat we vandaag gehoord hebben, dat Huub Bossen het verschil maakt. Nou, ik vind Huub zeker het verschil maakt. Hij gaat, ja, ik vind, hebben we toch allemaal wel heel erg goed kunnen horen. Want
welke gek. Ja. Doe zulke dingen nu. Ja. Ja. Ik denk ook, volgens mij hoor je bij de club. Volgens mij ben je geslaagd voor het verschil. Hè? Ja, absoluut. Je hoort echt bij het verschil. Jij maakt echt het verschil. Ja. Het stukje in de wereldwinkel, dat je zegt, ja mensen, pak nou toch gewoon fairtrade producten. Dan doe je er gewoon wat aan. Ja. Zo'n klein iets is dat, hè? Het sterkste verschil dat ik daar vurig in ben en dat er veel niet vurig in zijn. Dat vind ik belangrijk. Ja. Je bent er heel vurig in. Ik dacht even dat je boos werd, maar je was gewoon vurig. Ja, ik heb er wel van gehoord. Kijk, dat is van onze oom. Wat vind je ervan? Ja, mooi. Ja, vind je mooi? Kunstnijverheid, hè? Ja. Dus dat is altijd mooi. Nou is het zo dat wij dit doosje hebben gekregen omdat wij op het huis hebben gepast van oom Rico. Ja. En oom Rico woont in Madagaskar. Want hij ging op vakantie, maar er zitten geen sloten op de deur daar. Dus hij wilde graag iemand hebben die het oppaste dan. Ja. En dan mochten wij daar naartoe. En toen zijn we er naartoe gegaan. Ik durfde eigenlijk niet. Want je ziet het wel, hè? Want er zijn wilde beesten. Hè, in het, Maar Bel zei, er staat een hek omheen. Kan die buiten zijn, er gebeurt helemaal niks. Ja, gebeurt niks. En we hebben een heerlijke vakantie gehad. Echt heel fijn. Lekker. Fons, wil jij even een foto maken, lieverd? Want uiteindelijk heb je als regisseur ook niet veel te doen gehad, behalve afrekenen vandaag. Het is een mooie... Mooi doosje, hè? Ja, mooi. Het is een mooi doosje. Ja, dat is mooi. Wil je even met ons op de foto dan? Zeker. Ja, kijk, daar is het... Je moet even het doosje omdraaien. Doe doosje eventjes mooi in beeld, hè? Jullie hebben wel een heel leuk format, vind ik. We hebben een format? Ja, ik vind het heel leuk, omdat je op deze manier kun je ernst en luim mooi door elkaar fietsen.